Ja, een hele goede avond. Het is 6:40 en we gaan het treinendag beginnen. Nee, niet 6:40 ochtends, 6:40 avonds. We gaan nu zo meteen met een sprinter naar Meppel toe. Het is hier heel donker. Het is echt dom om hier te gaan staan. In ieder geval, dat is zo meteen met een SNG naar Meppel. Het is kennelijk ook al oud en nieuw. Alhoewel, het is nu dienstregeling technisch gezien vandaag wel oud en nieuw. Het is vandaag 11 december. SGM gaat eruit, daar gaan we nu ook voor nog voor weg. Ik heb vandaag gewerkt overdag. En maar het rijdt op de 8100 tussen Zwolle en Groningen. Dus dat is niet een enorme afstand. Ik ben nog wel ontzettend laat thuis vanavond, maar goed. Ja, afscheid van de SGM. Dus dat is het dan weer voor vandaag. Jammer. Met de 2762 gaan we naar Meppel. Aangekomen op station Meppel. Ja, hier gaan we dus de eerste foto maken in deze video. We blijven vandaag op station, want anders hebben we never nooit niet voldoende licht. Ik ga straks rustig even kijken hoe en wat. Het is weer zo'n ontzettend idioot plan van mij. Maar ja, weet je. We gaan er gewoon voor. Deze mooie dingen hangen er ook nog steeds. Ja, leuk idee. Laten we naar IJsden gaan. Geen idee of we daar nu überhaupt nog kunnen komen. Ik betwijfel het. Ik zal het even nakijken. Nee, we kunnen niet meer naar IJsden. Nou, dat is nou een teleurstelling. Ik wil eigenlijk nog wel voor middernacht weer thuis zijn, dus prima. Dag SNG naar Sprinter naar Zwolle. En natuurlijk moet dat incompetente grafprorol de zijne weer niet op orde hebben. En dan moet dat kutbedrijf genaamd NS weer alles uit laten vallen. Ik ben er weer helemaal klaar mee. Dat wordt waarschijnlijk weer geen SG. We hebben in ieder geval geen ritje. Ik wil in ieder geval gaan proberen om in Hogeveen te komen. Nou, daar staan we hier voorlopig ook nog alleen, want de boer valt weer uit. Goh, wat ben we weer blij. Ik ben gelukkig warmer gekleed. Dus, het is koud. Het lijkt wel of ik rook of zo. Nee, dat doen we niet. Niet roken. Dat is slecht voor jullie. Dat wordt weer wat. Fijn afscheid weer. Zoals het er nu uitziet, rijdt de trein van 21:08 wel. Die komt met de trein die hier om 20:52 aankomt. Dat is dus met iets meer dan 5 minuten, 7 minuten om precies te zijn. Dan komt dus een SNG aan. Die gaat dus nu niet naar Zwolle, want er is dus een seinstoring. Dat heeft volgens mij vrij weinig met logistieke beperkingen te maken. Of nou ja, op zich ja. Ja, nou ja, zo kunnen we alles op logistieke beperkingen gooien natuurlijk, maar... Ja, ik weet niet wel of we precies niet allemaal gaan krijgen. De SGMM wordt gesplitst kennelijk, dus ik snap het allemaal ook niet meer. Maar we zien het wel, weet je. Het is zaterdag, wat heb je anders te doen? Ik wil alleen op tijd thuis zijn eigenlijk. Dat lijkt wel nogal op een trein. De intercity naar Leeuwarden gaat ook over sporen 2. Dus ik heb op zich goed vertrouwen in dat we nog wel in Hogeveen kunnen gaan komen vandaag. Niet meer in Groningen zoals ik had gehoopt. Nou ja, op zich... Een Fries in Groningen, dat wil je niet. Dus, dikke gele neus. Nou, met deze trein gaan we dan nu in ieder geval proberen nu naar Hogeveen te rijden. En dan heeft die trein nu weer geen veilig. Ik ben benieuwd of we ooit nog weg gaan komen naar Meppel of... Nee, we gaan hier zo niet vanaf slapen. Kom op, zeg maar, het is 9:50. Gaat altijd nog wel in trein. Ik denk dat het om 1:04 de laatste gaat. Want dat vind ik echt beslist niet met die trein. Uiteraard heeft Leeg Matriel voorrang op de sprinten naar Groningen. Dames en heren, goedenavond. We zijn ongeveer 8 minuten later. Ik heb een connectie gemaakt met een andere trein die voorrang is. Welkom in de sprinter naar
Ik ben nog steeds heel dankbaar dat ze dat hebben gedaan. Nou, het is een minuut of 7, 8 in de plus. Ik zijn dus vertrokken uit Meppel. We zijn dus nog even over. Eigenlijk vind ik de vertraging niet erg. Dat is echt wat langer lekker warm hier in de trein. Het is helemaal niet zo heel warm uit, ondanks dat ik op zich vrij goed gekleed ben. En op deze verbinding, dus de 8171, had ik dus oorspronkelijk SGMM mee gehad. Nou ja, dan hebben we dus dit soort moderne kratten mee. Dus toch wel weer wat minder. Ik heb nog geen idee hoe en wat het precies gaat lopen verder vanavond. Weet je, we gaan er gewoon voor, we maken er wat van, we maken een vlog, dus dan is er heel veel leuks. Aangekomen op de Place to Wee station Hogeveen. Het is pokkendonker hier. Ah, fijn. Geen idee wat we hier precies gaan doen nu verder, maar... Oké, dit wordt echt zo'n drama. Waarom heb ik dit ooit bedacht? Waarom ben ik niet gewoon op vrijdag of zo toch wat meer gaan doen? Of van, nou ja, dat kwam me ook niet echt heel gunstig uit allemaal. Ik weet het niet meer. We zien het wel weer. Ik ga hier nu zo heen. We gaan hier staan. Nou, nog een minuut of 20 en dan zou de eerste SGMM hier moeten komen. Vreselijke plek is dat dit eigenlijk ook, Hogeveen. Ik ben in dat bakbordje wat daar zo staat vervelend vanaf het andere perron. Dus nou ja, dan toch maar dit. Oh ja, je moet hard rennen. Waar rijdt die machinist ook helemaal heen? Geen idee wat hier precies een normale stopplek is. Volgens mij reed hij net ook aardig ver door. Ja, ik loop dus nu nog steeds rond op Hogeveen. Die SGMM is net geweest, de 2995. De laatste sprintjes, zoiets staat er volgens mij op. 1976 tot 1975, excuseert u mij, tot 2021. Dat is een behoorlijke tijd. Het is wel grappig zo met die klokje die hier op de achtergrond hangt. Ja, de laatste uurtjes SGMM. Het is over en uit. Jammer. Het was op zich, ja, ik moet niet eens zoeken, hele slechte rij. Natuurlijk, dat was niet perfect, zeker niet. Maar het zal nu allemaal naar de sloop gaan. Want ja, waar kun je dat in het buitenland terecht? Waar rijden ze de wereld op 1,5 kilovolt? Ja, in Frankrijk, maar... Frankrijk is ook geen tweede of derde wereldland waar men eens wil zitten wachten op oude treinen uit Nederland. Dan mag waarschijnlijk ook Alstom of zoveel wat nieuws bouwen als ze daar iets nieuws willen van 1,5 kilovolt. Maar ja, zometeen is de sprinter richting Meppel en Zwolle, de trein van 22:40. Die nemen we ook tot aan Meppel en dan gaan we daarna weer naar huis. Zwolle met al die storingen is wel ik iets eerder thuis ben ik niet via Buitenpost en via een wal naar Leeuwarden moet. Dat scheelt me een kaartje van Arriva, maar ja. Ik zal zo de foto ook even in de video zetten trouwens. Dus Matthias, nu hier snijden. En dan mag je hier nu zo weer plakken. Ja, top. Prachtig. Dan gaan we dus op weg richting Meppel. De trein gaat hier weg om 22:40, maar hij zal hier met een paar minuten wel zijn. Gaan we nog een heel kort stukje mee, dus afscheidsritje van 10 minuutjes. Het is wat. En met treinstel 2951 gaan we naar Meppel. En daar hebben we een fapperscoupé. Nou, we gaan even kijken. Ja, hier buiten is weinig meer te zien, maar dit is toch echt fantastisch dat dit zo voor de laatste keer hier nog kan met zo'n oude meuk. Zo mooi met 120 km/u ter hoogte van Koekangen, als ik het zo zie. Ik ben hier redelijk gekend in de omgeving, maar nee, er is niks meer. Maar ja, deze ervaring, ja. Het is zo vreemd om te beseffen dat dit de laatste keer is.
in de zomer nog volop in Noord-Holland ook ermee gereisd toen. Omdat toen daar ineens weer terugkwam. Maar ja, het is jammer. Nou, ergens zal het me niet verbazen als toch morgen in één keer ergens tevoorschijn nog komt. Maar daar heb ik niet de tijd voor. Ja, dat wordt heel spannend. Nee, nu al, hè. Nou, komen we nu aan op station Meppel. Voor mij eindigt de SGMM hier. Deze trein zal nog verder rijden richting Zwolle en dan vermoedelijk ergens naar Amsterdam of Utrecht, in ieder geval naar Holland. Nog één keer zo de deurtjes. SGMM, het gaat je goed. Wel SGMM 1975-2021. Nee, we eindigen hier. Ik heb mijn haar zo te zien nog enigszins weten te fatsoeneren weer, maar aangekomen op station Meppel. Dag SGMM, het was leuk met u gereisd. We hebben zo de afgelopen jaren, niet sinds 1975, wat heb ik met 1976, geen idee. Toen was ik nog niet geboren in ieder geval, nou ja, zo vaak reed het hier ook niet. Ik ga hier zometeen de Intercity naar Leeuwarden pakken, die stopt op alle tussengelegen stations. Dus dan komen we vanzelf alweer thuis. Ja, ben ik nog wel tevreden over vandaag? Ja, weet je, voor de beleving is prima. Ja, ik zit dus nu in ICMM 4088, die is onderweg als Intercity naar Leeuwarden. We komen zo dadelijk aan het station Wolfga, dus daar sluit ik deze vlog dan ook af, uiteraard. Vond je dit nou leuk? Zeg toch? Nou ja, ondanks dat gedoe, ik had het natuurlijk iets uitgebreider allemaal willen hebben, maar ja, weet je. We moeten doen met wat we hebben. We hebben nog wat in ieder geval, ik heb nog een leuk plaatje, zo met de klok erbij van de laatste uurtjes van de SGMM. Ja, dan is dat over en uit. Laatste keer SGMM in de vlog. Video's zullen de komende maanden, misschien zelfs jaren, nog wel een keer bij komen. Dus kindertjes, geef een like, abonneer en tot de volgende keer.